En de Markerwadden, daar gaan we naartoe, die krijgen steeds meer vorm. De eilanden in het Markermeer bij Lelystad worden ook ontdekt door steeds meer vogels. Nu zijn er twee velduilen die al een week vertoeven op de Markerwadden. André Donker van Natuurmonumenten, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe bijzonder is het nou dat de velduil daar opduikt? Nou ja, eigenlijk wel heel bijzonder. Het is een hele schaarse vogel eigenlijk, zeker voor Nederland. En het is een hele schaarse broedvogel overigens, die ook helemaal niet elk jaar broedt, maar afhankelijk is van de pieken in het voorkomen van de muizen. Soms is dat maar eens in de 3 jaar, dus het is echt een schaarse broedvogel en dan zeker niet elk jaar. Want hoeveel hebben we er nog van in Nederland? Nou, eigenlijk maar een paar paadjes zitten voornamelijk op de Waddeneilanden. En dat is natuurlijk wel weer aardig dat wij natuurlijk Markerwadden hebben. En dat ze dat eiland zo snel ontdekken, dat is toch wel iets heel bijzonders. Zij dachten, hé, dat zijn ook iets met wadden, daar moeten we zijn. Ja, het is ook een bijzondere vogel eigenlijk, omdat die, de meeste uilen kennen we dus van de nacht en van de schemering. En de velduil is echt een overdag actieve uil, net als de kikkerdief, zeg maar. Zo jaagt hij ook. Ze hangen zo biddend, zeg maar, boven het land. Vliegen ze heel laag in de hoop dat ze dan muizen of kleine vogeltjes kunnen vinden. En daar jagen ze overdag dus op. Maar hij houdt dus van dit soort gebied? Hij houdt zeker van dit soort gebied, ja. Een beetje nat, maar toch ook wel weer droog, dat de veldmuizen er kunnen leven. Een beetje eiland, een beetje toendera-achtige structuren. Daar houdt hij enorm van, ja. Maar André, ik verbaas me daar toch wel een beetje over dat er dus muizen zijn op die eilanden. Nou, dat denk ik niet. Ik denk niet dat ze in dit geval dus op de muizen jagen, maar vooral op de kleine watervogels. En hoe gaat dat dan? Want zij gaan ook bidden. Hoe doen uilen dat? Ja, die uil die vliegt, zeg maar, heel laag over de nu nog zeer lage vegetatie ook van de Markerwadden. Vliegen ze langs die randen, langs die dijkjes, zeg maar. En als ze dan, er zitten natuurlijk heel veel vogeltjes momenteel. Er zijn ook heel veel kleine steltlopertjes. Ja, daar moet hij dan van hebben. Ja, en neemt hij dat, eet hij dat daar op of neemt hij het mee? Want waar is zijn nest? Ja, nou, een nest neemt hij niet mee naartoe. Zeker niet in de jaargetijden. Dus het is eigenlijk een vogeltje pakken en dan op de grond gaan zitten. Kaal plukken en opeten. En welke vogels hopen jullie nou op nog daar te kunnen zien? Want dit is natuurlijk heel zeldzaam. Welke vogels worden daar nog meer naartoe getrokken, hopen jullie? Ja, nou, allereerst, het lijkt wel of die vogels over sociale media beschikken of zo. Want het is schijnbaar allemaal zo makkelijk Twitter? Vindbaar. Ja. Ze twitteren. Ja. Nou ja, dus dat is eigenlijk wel ongelooflijk. Want ik had eigenlijk ook helemaal niet verwacht van die velduilen. Die vliegen normaliter niet zo heel erg hoog. Kijk, als je als vogel heel hoog in de lucht vliegt, dan zie je natuurlijk zo'n eiland al van verre. Maar dit zijn toch vogels die vrij laag vliegen en dan toch eigenlijk dat al vinden. Ja, ik vind dat vind ik wel zeer opmerkelijk. Dat verbaast ons echt. En eigenlijk vallen we gewoon voortdurend van de ene verbazing in de andere verbazing. Zo snel als ze dat eiland vinden. Of de eilanden inmiddels, want eiland 5, die contouren kun je ook al helemaal zien vanuit de lucht. Dus het gaat gewoon het razendsnel en blijkbaar voorziet het enorm in de behoefte. Ja, ze eten dus ook elkaar op, hè? Want dan komt er op een gegeven moment een bijzonder vogeltje. En je zei net, die uilen eten ook weer andere vogeltjes op. Past dat wel helemaal in de lijn die jullie hebben uitgestippeld? Ja, dat past helemaal in de lijn die we hebben uitgestippeld. Want dat hoort natuurlijk bij het natuurlijke evenwicht. Hm. Dat ook moet gaan ontstaan op Markerwadden. Goed, André Donker, hou ons op de hoogte als er nog weer meer bijzondere vogels zich laten zien op de Markerwadden. Want jullie verwachten nog wel dat het hier niet meer blijft, hè? Nee, ga er maar vanuit dat volgend jaar dat echt dat rietland goed begint te groeien. Dat is nu op sommige delen is dat 1,30 cm hoog. Want dat gaat natuurlijk volgend jaar echt beginnen. Ja, dan gaan we nog heel veel moerasvogels krijgen ook. Dus ik hou jullie zeker op de hoogte. Dan spreken we je weer. André Donker van Natuurmonumenten, bedankt. Ja, graag gedaan. Doei.